Hoi en welkom of welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik een relaxe clean with me voor jullie. Het is een beetje regenachtig, op dit moment is het wel droog, maar het is echt een beetje blij weer, om het maar zo te zeggen. En vind ik ideaal om dan in de avond te schoonmaken en dan gewoon alles op een gemakje, dus gewoon een rustig tempo. En om jullie ook wat meer te laten ontspannen, heb ik rustgevende muziek onder deze video geplaatst. Tussendoor praat ik natuurlijk ook met jullie en vertel ik wat ik doe. Maar tussen de stukjes door hoor je dus rustige muziek. Je hoeft natuurlijk niet altijd stressig schoon te maken. Ik vind het ook heerlijk om dat wat relaxer te doen. Dus gewoon rustig aan en gewoon doen wat je kunt. Dus ik hoop dat jullie met deze video ook lekker kunnen ontspannen. En laten we snel beginnen. Mijn vriend was eerder die dag naar de boerderij / groentewinkel geweest in ons dorp en had een gedeelte van ons groente en fruit gehaald. We hadden ook al iets gebruikt bij het avondeten die dag, maar de rest moest ik nog even opruimen. Mocht dat er soms wat onhandig uitzien, met één hand is het toch anders dan met twee handen dingen opruimen. Het doosje van de eieren is van het Lidl, die hebben we gewoon zelf gebruikt. En je neemt dus je eigen doosje mee als je naar die boerderijwinkel gaat. Je kunt ook wel een doosje van hun lenen of pakken, zeg maar. Maar het is handig als je gewoon je eigen doosje meeneemt. En dan kun je precies zoveel eieren meenemen als je zelf wil. Nadat ik het doekje gepakt heb, heb ik het natuurlijk ook even nat gemaakt. En daarna ga ik ermee over de tafel. Ik had alleen even niet op de recordknop gedrukt, dus vandaar dat jullie dat stukje missen. Het had die dag eigenlijk de hele dag geregend en net toen ik begon met filmen in de avond stopte het ermee. Dus ik zei in het begin dat het een beetje een regenachtige clean with me ging worden, maar dat was niet het geval. Het was in ieder geval wel echt een beetje donkerder weer. Hoewel het niet koud is de laatste dagen, vind ik wel dat het iets minder mag gaan regenen. De zomer die mag er van mij wel echt een beetje aankomen en doorzetten. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Soms ben ik een beetje lui en spoel ik niet alle bakjes uit, maar dan pak ik wel even die stukjes die eruit vallen op met een keukenpapiertje, zodat zo min mogelijk stukjes in de vaatwasser blijven. Het beste en eigenlijk ook het handigste is om gelijk boven de prullenbak te doen, maar ja, soms ben ik gewoon een beetje lui daarin. En natuurlijk heb je elke dag nog een aantal dingen die je op de hand moet wassen, of met de hand af moet wassen, zo moet ik het zeggen. En mochten jullie benieuwd zijn waarom ik maar één pan heb om af te wassen, we hebben deze avond risotto gegeten
En ja, risotto is gewoon een eenpansgerecht. En daar ben ik zelf super blij mee altijd. Als je alles gewoon in één pan kunt gooien. Het scheelt heel erg in de afwas. Countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. In deze video zien jullie gelijk een beetje mijn avondschoonmaakroutine op dit moment. Ik stofzuig alleen niet alles zo uitgebreid elke dag, dat doe ik om de dag. En stomen doe ik natuurlijk 1 of 2 keer per week, ligt er maar net aan hoe vies de vloeren zijn. Maar dan hebben jullie gelijk een idee wat ik op dit moment zoal doe na het werk. En ik vind dat ook wel fijn omdat ik een zittend beroep heb, dat ik toch in de avond op deze manier wat extra beweging krijg. Ik ben benieuwd wat jullie nog doen na een werkdag of in de avond. Of doen jullie bijvoorbeeld juist alles in de ochtend? Laat het weten in de reacties. Qua ecologische glasreiniger ben ik zelf nog altijd het meest fan van die van Method. Ik vind die ook super lekker ruiken omdat die een beetje naar munt ruikt. Het enige jammer vind ik dat Method nog niet aan boord is, zeg maar, van de hervulbare flessen, maar dat je daar steeds een nieuwe fles voor moet kopen. Maar wellicht gaan ze daar in de toekomst nog verandering in brengen. Mocht je me al langer volgen, dan zie je misschien een verandering in de woonkamer, namelijk deze salontafel. Hier stond eerst een vierkant tafeltje van de IKEA, echt die van 4,99 of zo. Die hadden we echt al super lang. En ik wilde eigenlijk een andere salontafel. Maar dat is zoiets, ja, geef je niet heel erg snel je geld aan uit of zo. Dus ik heb heel lang rondgekeken en ik heb deze gevonden op homeburen20.nl, geloof ik. Ik ben er zelf super blij mee en ik vind het ook leuk dat het een wat andere vorm heeft, zodat het niet allemaal zo vierkantig is. Mochten jullie dat toevallig benieuwd naar zijn, ik zal even een linkje zetten in de beschrijving naar de salontafel die ik heb gekocht. Zoals je ziet is onze kat Jena absoluut niet bang voor de stofzuiger, want de Dyson maakt best wel wat lawaai. Maar in een later clipje kom ik bij de kat Willy in de buurt en die rent straks meteen weg. Ik vind het echt leuk dat onze katten beide gewoon een eigen karaktertje hebben. En onze kat Jena is ook altijd super blij als de bank gestofzuigd is, want dan kan ze wel lekker liggen op een schoon plekje. Daar hecht zij gewoon heel veel waarde aan. Clouds, I will always be your guide.
Ik wil binnenkort trouwens weer een nieuwe Q&A video opnemen. Dus mocht je daar vragen voor hebben, dan kun je ze in de reacties achterlaten. Of je kunt me een berichtje sturen op Instagram of per e-mail, wat je zelf fijn vindt. Want ik ben namelijk ook wat extra vooruit aan het werken voor mijn vakantie natuurlijk. Dus die video komt wat later online. Maar ik wil hem wel alvast gaan opnemen. Dus mocht je vragen aan me hebben, dat mag over schoonmaken gaan. Maar mag ook over mij persoonlijk. Laat het dan zeker weten. Ik ben echt nog steeds heel erg blij met deze diffuser. De hele ruimte ruikt super lekker naar gewoon lekkere olie. En zoals ik zei, moet je daar gewoon heel snel op de schone bank en dan lekker gaan liggen. We proberen iedere dag slash avond wel iets aan de was te doen. Mijn vriend die doet de was in de wasmachine, in de droger en hangt het op voornamelijk. En strijkt de was ook, dus hij doet wel het grootste deel. Maar vooral handdoeken vouwen en zo, dat is wat ik heel erg ontspannen vind en fijn vind om te doen. Hij vindt dat juist door te strijken en ondertussen een serie te kijken. Dus ja, zo verdelen we de taken gewoon. Het lijkt altijd in de filmpjes alsof ik alles doe, maar dat is zeker niet zo. Zeker omdat hij nu vakantie heeft. Hij is namelijk docent, dus die hebben altijd heel erg lang vakantie. Dan kan hij gewoon meer in het huishouden doen. Dus ik vind het gewoon fijn dat we daarin een goed team vormen. Ik draag de was bewust in 3 keer naar boven, zodat ik 3 keer de trap op en af moet. Allemaal gewoon om net dat kleine extra beetje beweging in de dag te krijgen. Ik doe natuurlijk wel wat meer beweging dan alleen schoonmaken, maar alle kleine beetjes helpen. Maar als je efficiënt wil zijn, dan moet je natuurlijk alles gewoon in de was van stoppen en in 1 keer naar boven dragen. Het ligt maar net aan waar je voor gaat. En wanneer het huis weer helemaal schoon en opgeruimd is, installeer ik me op de bank en dan kijk ik nog even een serie of een tv-programma, zodat ik lekker kan afschakelen. En dat doe ik meestal samen met mijn vriend. En daarna gaan we gewoon naar boven, lekker naar bed. En de volgende ochtend kom ik naar beneden in een heel erg schoon huis. Dan begin ik mijn dag gewoon extra goed. Ik hoop dat jullie ontspannen zijn van deze video en motivatie hebben opgedaan. Mocht je het leuk vinden, dan kun je je abonneren op mijn kanaal met de rode abonneerknop onderaan deze video. En verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!